Een jonge docent is iemand die innovatief is, die energie heeft, zin heeft om aan de slag te gaan, veranderingen en wil kijken of hij daarin verbetering kan krijgen van het onderwijs. En zo heb je er vanochtend 40 ontmoet? Ja, 40 enthousiaste docenten, ja. Maar is zo'n enthousiaste docent gedefinieerd door zijn leeftijd? Niet per se, nee. Alleen ik denk wel dat de jonge docent nog heel veel heel open kan denken en nog niet gevormd is door het onderwijs zoals het al is. En daardoor ook dat soort standaard dingen wil doorbreken. En wil kijken wat daarin anders kan, zonder te kijken wat er in het verleden misschien een keer mislukt is. Nu noemen jullie een docent die ouder is dan 35 een dino. Is een dino een scheldwoord of kun je die mensen ook nog gebruiken bij als je jong docent bent? Nee, zeker kun je die gebruiken. Dino, dat kwam vanmorgen inderdaad ter sprake. Dino, ik weet ook niet of het nou van degene was die de dino is. Een van de dingen waar we wel tot de conclusie kwamen dat het belangrijk is om juist samen te werken daarin. Dat juist de jonge docent veel kan leren van de wat oudere docent, maar ook de oudere docent weer heel veel kan leren van de jongere docent. Dat die samenwerking belangrijk is. Ja. Jij bent zo'n jonge docent, hè? Ja. Is dat het feit dat je jong docent bent nou leuk, een uitdaging of een probleem? Wat is het? Het kan allebei zijn. Ik zie het vooral als een uitdaging om te kijken van, kan ik mijn collega's meekrijgen om te veranderen? Maar we horen ook heel vaak dat collega's heel snel een beetje depressief, ja, depressief is misschien te zwaar, maar neergeslagen worden van nee, dat gaat niet of dat kan niet. En daardoor hun enthousiasme eigenlijk heel snel wegcijpelt en ze het onderwijs ook weer verlaten. Hoe lang ben jij nu docent? 5 jaar. 5 jaar? Ja. Dus ben je dan al de kritische periode voorbij? Ik denk het wel. Ja? Ja. Jij hebt besloten te blijven? Ik heb besloten te blijven, en ja. Wat is het? Waarom besluit jij te blijven? Omdat ik het leuk vind om die jongeren die binnenkomen met 16, om die na 4 jaar weg te zien gaan en zo'n groei mee te zien maken en dat ik daar onderdeel van ben geweest. Is er ook een moment geweest dat je dacht van, ik weet niet of ik blijf? Ja. Vertel. Toen ik hier net kwam werken, dus 5 jaar geleden, toen kreeg ik 32 klassen in een schooljaar. Dus ik had toen echt het idee dat ik als docent Engels alleen maar mijn lesjes aan het geven was en geen band met de studenten kon opbouwen. Ja. En wat heeft je er doorheen gesleept? Door samen met mijn leidinggevende en met mijn collega's te kijken, zijn er andere vakken binnen onze opleiding die ik ook kan geven. En dus ook te kijken van, kan ik meer dan alleen maar dat ene uurtje Engels, waardoor ik meer verschillende lessen geef en dus meer de studenten vaker zie. En dat is prettig, ja. Wat bezielde jou om het onderwijs in te gaan? Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb vanaf dat ik heel klein was altijd al gezegd, ik word juf. En dat is, in eerste instantie was dat ik word kleuterjuf en toen werd ik wat ouder, toen was het ik word basisschooljuf. Toen heb ik onderwijsassistent gedaan, dus ik ben zelf een mbo-student geweest. En toen wilde ik, ik ga op het vmbo werken. En toen ben ik uiteindelijk afgestudeerd en ben ik op het mbo terechtgekomen. Maar altijd wel zoiets gehad van, ik wil lesgeven. Ja. Ja. En dan ga je lesgeven in dat mbo? Ja. En word je dan op een gegeven moment na de eerste of de tweede dag zwetend wakker dat je denkt van, mijn god? Nee. Juist de dag daarvoor. Omdat ik ook bij de BBL-studenten les ging geven en ik was toen 23 en de gemiddelde leeftijd van een BBL-student ligt een heel stuk hoger. Dus dat was wel even spannend van hoe gaat zo'n klas met volwassenen reageren als dat ik voor de klas ga staan. Er zullen vast jongens geweest zijn die zeiden van, nou juf, komt u maar even. Nee. Nee, maar wel dat ze zoiets hadden van, wow, jij bent de jongste docent. Kun je daar dan makkelijk mee omgaan? Is de autoriteit, zit dat in jouw genen? Ja, ik heb daar niet zo moeite mee. En de BBL-student is ook wel een student die vooral uittest van, heb jij de juiste kennis? Ja. En de BOL-student test juist uit, kan jij inderdaad jouw grenzen aangeven en ga je daar niet overheen? Ook kunnen kijken van, waar hebben wij als jonge docenten behoefte aan? En om ook docenten het gevoel te geven van,
ondanks dat we op een ander college werken, lopen we wel allemaal tegen dezelfde dingen aan. En daarin kunnen we ook met elkaar delen. En vaak is het erover hebben en horen dat iemand anders tegen dezelfde problemen aanloopt, kan dat al een opluchting zijn. En dat is ook wat we vanmorgen hoorden, dat mensen zeiden van het is zo leuk om te zien dat de problemen die wij hebben op ons college, waar we tegenaan lopen, dat een ander college dat ook heeft. En dat die erkenning, dat helpt ook. En dat geeft je ook wel weer energie om te zeggen van het ligt niet aan ons college, laten we eens kijken wat kunnen wij daarin veranderen. Het klinkt bijna alsof je elkaar af en toe nodig hebt om uit te huilen. Ja, soms ook wel. Ja? Gewoon even frustratie of dingen dat je denkt van dat werkt niet. Hm. En dan, dat werkt dan weer wel dat je dat even kan uiten. Want vandaag heb je dan zo'n uithaalmoment gehad en nou ga je morgen weer naar je school. Wat is er dan veranderd? Niks. Nee, in principe niks, maar wel het idee van als we willen zouden we kunnen kijken van dat we dat binnen ons college ook gaan opzetten. Dat we wel een advies kunnen geven aan ons college van bestuur. Het kijk, op het gebied van professionalisering is dit waar wij behoefte aan hebben als jonge docenten. Kunnen jullie kijken of je dat kan realiseren voor ons? En wat moeten ze dan precies realiseren? Ik denk dat de scholingswensen van jonge docenten anders is dan de scholingswens van een hele hoop oudere collega's. Een aantal thema's die aangeboden worden zijn thema's die wij op onze opleiding al gehad hebben. Dus als je het hebt over digitalisering, social media, daar zijn heel veel scholingsaanbod is daarin. Alleen wij hebben als docenten, we zijn daarmee opgegroeid voor een groot gedeelte. En wij hebben daar in onze opleiding ook al heel veel naar gekeken. Dus daar hebben wij heel weinig aan. Maar wij hebben juist weer behoefte aan intervisie om met elkaar te praten van hey, waarom loopt nou iets niet? Het feit dat jouw leeftijd heel dicht bij jouw student ligt, kan het ooit lastig maken? Hoe ga je om als je een student buiten school misschien op stap tegenkomt? Moet je dan anders gedragen of hoe doe je dat? Nou ja, door dat soort dingen met elkaar te bespreken, maakt je dat makkelijker. Moet je je dan anders gedragen? Ik denk van niet, maar ik denk dat onze studenten ook oud genoeg zijn om te weten van de docent is ook gewoon een persoon en ja, die gaat ook op stap wel eens. Mijn collega Nederlands, die heeft mij heel veel geholpen om te kijken van hoe moet het examenproces, waar moet ik allemaal rekening mee houden, welke persoon heb ik nodig. Want je wordt nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. En zij heeft heel erg geholpen om met mij te kijken van oké, als je die vraag hebt, bij wie kan je die dan neerleggen? Zodat je niet zelf je zoektocht aan het doen bent. En dat is wel prettig. Ja. Is er in het onderwijs iets wat aangepast moet worden aan die jonge aanwas? Want we hebben natuurlijk te weinig jonge aanwas. We hebben veel meer van jongens en meiden nodig van jouw leeftijd. Wat moeten we in dat onderwijs aanpassen? Ik denk niet dat je per se iets in het onderwijs hoeft aan te passen. Behalve openstaan voor de ideeën die ze meenemen. En niet meteen de deur dichtgooien bij een idee, maar kijken van wat zijn daar de mogelijkheden in. En ja, heeft die docent, ondanks dat hij misschien nog geen ervaring heeft, misschien wel een goed idee? En kan dat een kwaliteitsverbetering opleveren? Is er vanmorgen ook iemand geweest die iets zei waarvan je dacht van shit? Nee, niet echt. Uiteindelijk worden jullie toch gekoesterd, in de watten gelegd? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Wanneer is Jong MBO een succes? Jong MBO is een succes als jonge docenten in het onderwijs blijven. En als jij nu een leeftijdsgenootje het onderwijs ziet binnengaan, hoe groot is dan de kans dat hij daar over 5 jaar nog is? Op dit moment, ik denk 50%. Dat is weinig. Ja. En hoe krijgen we dat naar 80% of 90%? Ik denk door met elkaar te delen en van elkaar te leren en een inwerkprogramma te krijgen waardoor docenten meer begeleid worden in dat eerste jaar. En niet alleen maar in het diepe gegooid worden. Ja. En jij bent er over 30 jaar nog? Ik ben er over 30 jaar nog.